Snuffelet! Yay! Ja. Gaat het goed? Ja? Ik ben knap! Echt wel! Nee, lang daarna niet. Kijk, wat een vieze hondenkoekjes. Oké. Van alle woorden die je op mijn hoofd kan schrijven, schrijf je dit op? Ja! Wat ontzettend leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ja. Waarin ik weer gewoon praat. Ja. Zonder een voice-over. Zonder voice-over, dat is echt, hè? Van je. Ja, en heel erg bedankt voor alle superleuke reacties. Nou, we kregen wel veel leuke reacties. Ja. Ja, en ik vond vooral deze leuk. Oh ja. Ja, die was leuk. Ja, dankjewel, hè. Ja, tof. En vooral geef een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal en wat dat soort dingen. Wat weet je dat allemaal goed nog? Ja. Ja. En duimpjes omhoog doen ze ook volop en ze kijken ook heel veel naar de video. Dus dat vind ik ook echt heel erg leuk. Heb je nog een leuke vraag voor de kijker? Die ze kunnen beantwoorden onder deze video. Ja. Bijvoorbeeld, wat is je lievelingskleur? Of heb je, wat is jouw hobby? Wat is je lievelingschocolaatje? Oh, wow, ik weet het. Mag ik het al zeggen? Oké. Chocola met hazelnoot. Nee, ik bedoel van Celebrations. Oh, van de Celebrations. Ja. Oh, dat is goed dat je het zegt. Want dit kunnen we winnen straks. Want wat gaan we namelijk doen? Strafroulette! Yay! Ja. Yes, strafroulette. En de winnaar krijgt een dikke vet Celebrations champagne fles. Ja, maar jij vindt wel denk ik. Oh, ik vind de Snickers het allerlekkerst van de Celebrations. En jij? Ik heb er twee. Nee, je moet er één kiezen. Ik vind... de Milky Way en de Malteser. Nee, kies er één. Milky Way of Malteser. De Milky Taser. Ze kan niet kiezen. Ze kan gewoon niet kiezen. De Milky Taser bestaat niet eens. Maar we willen van jou weten, wat vind jij van de Celebrations nou het lekkerste chocolaatje? Ja. Superleuk vraag bedacht. Maar nu gaan we een spelletje doen. Het heet strafroulette. Leg even uit aan de kijker wat we dan moeten doen. Oké, je pakt een broodje. Oh. Bijvoorbeeld deze. Ik zeg maar wat. Ik kan het nog niet omdraaien. Want... dan ligt er een punt onder of een straf. Als je een punt hebt, verdien je een punt. Yes! Wat een beetje logisch is. En degene met de meeste punten, wint de fles. Woe. Maar er kan ook een straf onder zitten. Dan moet je de straf uitvoeren. Oh my god. En er zitten straffen onder, jongens. Ik weet niet hoeveel. Ik weet ook niet hoe... ja, ik weet wel een beetje hoe erg. Ik heb gehoord van mama. Want die heeft het voor ons bedacht. Wie mag er beginnen? De bestemming per schaar. Ja, ik weet niet hoe het werkt. Ik doe altijd schaar. Steen, papier, schaar. Ja, het was heel dom om te zeggen dat je altijd schaar doet. Stomme. Nou, begin maar. Dan gaan we naar de eerste. Wie is die? De eerste beschuit, of wat is het? Muisjes. Van als een jongetje gestampte geboren. Gestampte muisjes. Nee, het zijn geen gestampte muisjes. Dat zijn muisjes heet dat. Je hebt altijd blauwe muisjes en roze. Ja. Til hem op. Wat ligt eronder? Het is een... punt! Leg, wat doe je nou? Oh! Kijk uit, straks valt alles op de grond. Nou, gefeliciteerd, leg een broodje aan de zijkant. Hebben we die gehad. Punt voor jou, mijn beurt. En ik neem een broodje kaas. Oeh. Oh, ik heb ook een punt! Ik heb ook een punt! Gefeliciteerd. Yes, ja, dankjewel met een broodje kaas. Lekker, kaas. Het is weer mijn beurt. Ja, welke neem je? Ja, hey, ik vroeg me af, wat is dit ook alweer? Dat is jam, denk ik. Getver. En dat? Dat is denk ik stroop of zo. Oh ja, stroop. Oh ja, ik zie het. Ja. De rest weet ik. Ham, vlokken, pasta, pindakaas. En banaan. Die eet wel een broodje banaan. Getver. Welke neem je? Welke neem je? Ik doe even iets wat ik altijd lekker vind. Dat brengt vaak geluk. Ik vind vlokken altijd lekker, maar ik vind bananen ook altijd lekker. Oh. Maar ik denk dat ik voor chocopasta ga. Chocopasta? Zal ik hem voor je optillen? Je kan niet zo goed bij. Dan gaat hij. 3, 2, 1. Oh, een straf. Oh. Daar baal ik van. Oh. Doe een blinddoek op en neem een slok door het mystery rietje. Hopelijk kies je het goede rietje. Oh my god. Hopelijk wordt het rietje daarin gestopt. Nee, hier kan nog geen rietje in. Maar ik heb het al eens eerder gezien. Dat is echt heel erg. Zij moet zo een blinddoek op. En dan heb je straks allemaal dingen met een rietje. En die moet zij zo vinden. Dus ze weet niet welke. En dan moet ze er één kiezen. En daar moet zij drinken. En wij kunnen allemaal zien
wat ze moet doen, waar ze uit kan kiezen, maar zelf ziet ze het niet. Dat wordt echt vies. Eeuw, ik hoop maar dat je de goede... Nou, eigenlijk hoop ik eigenlijk dat je de verkeerde kiest. Woe! Let's go! Oké. Fijn. Er staan nu 4 overheerlijke drankjes voor je klaar. En jij kan kiezen uit 4 verschillende kleuren. Je kunt kiezen uit geel, rood, groen of blauw. Waar ga jij een slok uit nemen? Ik twijfel een beetje... Ik denk dat ik een beetje twijfel tussen groen en blauw. Huh? Weet je het zeker? Ik... Tussen groen en blauw. Nou, ik doe altijd al blauw, dus ik denk dat ik voor groen ga. Oké. Ja, ik weet niet of je daar tegen kan. Maar je, kan, je mag van mij nog wisselen hoor. Je kan ook voor blauw. Groen. Ik doe groen. Echt? Die keuze staat nu vast. Er zit geen wesp in, toch? Nee, geen wesp. Dan zet ik de pot. Zet ik een beetje naar voren. Zo. Je mag nu naar voren met je hoofd. Zo. En dan komt er nu een rietje. Oh, het druppelt al een beetje. Ja. Drinken met die handel. Wat is het? Het is lekker. Ik wil nog meer. Je mag nu kijken. Het is... Sprite! Oh, wat heb jij geluk! Dat of dat gehad? Oh, ik zweer het, je vieze cocktailsaus. Je hebt echt geluk. Ik zweer het je. Ik had die vieze augurkensap gehad. Dus ik ben echt hoor, ik heb altijd pech. Of koffiemelk. Eeuw. Eeuw. Nou, je hebt geluk. Niet het hele ding leeg drinken. Wij gaan door, want ik ben aan de beurt. Woe! We hebben nog 5 boterhammen liggen. En ik ga voor... Gaan met die banaan. Niks. Ik heb... Oh. Ik heb een straf. Oh, ja hoor. Oh, jongens. De ander schrijft een bijnaam op je voorhoofd. Je mag 3 keer raden. Als je het niet raadt, moet er blijven zitten. Ik heb altijd pech. Jee, ik heb wel een leuke bijnaam. Ja, dat snap ik. Niet van heel veel letters, hè? Het moet wel op mijn voorhoofd passen. Ja. Ik ben wel een beetje bezweet. Het is 26 graden, man. Bloedheet. Ja, dan moet het wel een heel klein woordje zijn. Want jouw is wel heel klein. Maar geen scheldwoord. Nee, dat nee, mag nee, niet. Nee, dat doe ik nooit. Ja, gewoon een klein woordje zoals lokomotief, kachelfijntje. Oké. Okay. Weet je al een woord? Ja, en het is niet zo erg. Nou. Oh, wacht, ben nog iets vergeten. Wat dan? Uitroepteken. Daar snap ik helemaal niks meer van. Staat het op mijn hoofd? Ja. Dit, wat zit je nou? Nee, ik ga het nu raden. En als ik het goed raad, mag ik het eraf vegen. Ja. Als ik het in 3 keer raden niet weet, dan blijft het staan. En dat is wat we allemaal hopen, toch? Oké. Mag ik een hint? Nu al, je hebt nog al eens geraden. Oké. Nee. Wil je nu wel een hint? Ja. Jij bent het. Schatje! Het is schatje! Yes! Wat? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik ben toch een schatje? Nee, dat ben je niet. Oh, nog 1 keer raden. Ik ben het. even denken. Ja, stom, natuurlijk! Knap! Ja, ik ben knap! Echt wel. Nee, lang daarna niet. Wat dan? Je bent echt niet knap. Wel, ik ben wel knap. Wat staat er in godsnaam op mijn voorhoofd? Nou pap, je had het bijna goed geraden. Want de eerste 2 letters van knap waren goed. Ik weet het gaat woord met een kn. Wil je weer spinnen? Nou, ik heb het 3 keer geraden, toch? Oh ja. Dus het is niet anders. Nou. Ik ben een... Nou, wat er op jouw voorhoofd stond, is... Zo'n kruppel. Kneus!
Serieus? Ja! Van alle woorden die je op mijn hoofd kan schrijven, schrijf je dit op? Ja! Zo heb ik jou niet opgevoed, Fayen. Er zijn nog 5 broodjes over. Nee. 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Jij hebt 2 broodjes, ik heb 2 broodjes, ik heb een punt, jij hebt een punt. We hebben allebei een straf, het is echt vet spannend. Nee hoor. 1, 2, 3, 4, 5. Wat doe ik nou? Wat ben ik een knuis? Ja, vandaar dat het op je voorhoofd staat. Welke nemen? Nou, dit keer ga ik iets nemen wat ik niet zo lekker vind. En dat is... Ham! Oh, wat is het? Niks! Ook weer niks! Ja. Oh, een straf! Oh, dat vind ik wel niet leuk! Wat is het? Bij de volgende beurt kiest de ander jouw broodje. Oh. Dat broodje krijg je in je gezicht. Oh! Dus als jij straks aan de beurt bent, dan kies ik jouw broodje. En dan gaat het in je gezicht. Oh, eens even kijken welke ik dan ga kiezen. Ik vrees het al. Maar goed, eerst is het mijn beurt. En ik kies. Ik moet natuurlijk ook nadenken welke straks in jouw gezicht gaat. Dus ik kies. Ja, jij denkt ook, anders krijg ik het in mijn gezicht. Eeuw. Ik kies pindakaasfruit. Oh, weet je. Ja. Oh, ik heb een punt! Zij ik heb een punt! Kiezen. Oh, vet goed! Oh, ik sta voor. Ik maak nu meer kans op deze. En nu is het jouw beurt. Welk broodje zou jij in je gezicht willen? Ik zou die willen. Ja, dat snap ik. Oké, ik weet het goed gemaakt. Nee, ik kies. Ik kies deze. Nee, maar voor dat jou. Is het niet. Nee? Ja, dat maakt me. Dat is toch lachen, ja? Het is toch een straf? Even denken hoor. Wat ik doe een schattige kijk. Ja. Oké. Okay. Ja, zo krijgen ze alles voor elkaar. Ook met zakgeld. Pap, mag ik meer zakgeld? Nee! Nog eens, mijn papa moet nog M&M's kopen deze maand. Ja! En dan kijk ze met die ogen naar me. Ja, oké, je gaat vloggen! Jongen, nou deze krijg je. 1, 2, 3, go! Oh, je hebt ook een punt! Je hebt ook een punt! Yes! Oh! 2-2! Maar mevrouwtje, snuit jij eens even flink je neus erin. 3, 2, 1. Gaat het goed? Ja? Eeuw! Was het lekker? Ja. Oh, ik heb een mond. Deed ik het niet te lang? Ik denk, zo kan je niet ademhalen. Laat maar lekker liggen, joh. We hebben nog, even kijken hoor. Nog 2 broodjes over. Nou, misschien ligt er nog een punt onder, je weet het niet. Ik heb er geen idee. Het is mijn beurt weer, dus ik mag nu weer kiezen. Oh, wat een feest. Ik neem deze. En het is de straf. Oh man, de ander smeert jouw neus in met pindaka. Ik heb er wel een goed idee voor hoor. Ja, dat snap ik. De ander smeert jouw neus in met pindakaas. Nou, dat komt wel goed uit, dat wordt een broodje ervan. Oh, niet te hard, vriest nog gewoon mijn neus, hè. Oh, godver... 1 keer, 3 keer! Godsamme! Het is net of je kont afveegt al! Verdorie! Met je neus! Wat zien we eruit? Getsie, jouw gezicht zit vol met vlokken. Echt niet. En ik ben een knuis met pindakaas. Eeuw! Een knuis met een vieze... neus! Mama is niet goed. Jij bent cameravrouw, jij moet stil zijn. Sorry. Nou, de laatste. Oeh, de laatste. Is het een punt, dan win je. Is het een straf, dan heb je en een straf en dan is dat gelijk spel. En wat we dan moeten doen? Het is niks. Weer... Oh, een straf. Neem een hapje van een hondenkoekje. Waarom heb ik dat altijd? Echt? Altijd, ja. Want je eet elke week hondenkoekjes. Get verdedi. Neem een hapje van een hondenkoekje. Ik ga er eentje pakken. Eeuw. Niet zo zacht alsjeblieft. Een hele vieze kleffe. Yo. Niet zo'n zachte, alsjeblieft. Kijk, wat een vieze hondenkoekjes. Ik pak even eentje voor Bumper zo. Hier, ga jij die maar eten? En deze zijn voor mijn kleine schattige puppy. Ja, nou hier. Pak hem uit. Pak hem maar eentje. Ja. En vies hondenkoekje. En in je mond. En go. Nou,
Ik durf niet. Nou, nee, maar gewoon. Ach, hakken. Oh, dat doe ik niet thuis. Het worden artjeboegen. Nee. Dat mag niet. Smaakbroek. Nee. Ach, hakken. Oh, meis. Oh, wat vies. Oké, spuug maar uit. Vind het zielig. Eeuw! Ik haat video's maken. Ik vind het niet meer leuk zo. Eeuw. Kijk nou wat er... Nou. Ja, ik ga mijn handen wassen. Ik vind het vies. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze straffenroulette. Het is zo dat ik 2 punten heb en 2 straffen. En VN 2 punten en 3 straffen. Dat betekent een gelijk spel. Wat moeten we nu doen? Spelleider, wat moeten we doen? Nou, ik dacht er is een kleine kans dat het gelijk spel wordt. Oh. Dus ik heb hier een bonus. Mag ik hem openen? Ja, misschien zit er geld in. Wat is het? Oh, hier. Er zit iets in. En het is? Er staat in, papa heeft gewonnen. Dat zou vet zijn. Oh. Ja? Oh. Lees voor, daar komt hij. Ga allebei met een koekje klaarzitten. Degene waar Bubba als eerste naartoe gaat, is de winnaar. Oh, allebei met een koekje klaar? Ja. Oké. Ik denk dat ik al een goede tactiek heb. Heb jij een tactiek voor dit? Wat dan? En het is niet vals spelen. Ik ben benieuwd. Ja. Maar papa heeft een vieze neus. Daar kan hij ook op afkomen. Gedverdemme. Koekjes. Wij hebben hier 2 overheerlijke. Nou ja, voor Bubba dan. Kipstrips. Oh. Daar is ze echt gek op. Dus ze zit helemaal te piepen. Nou, jij wil, ze wil juist graag een kipstrip. Ja, ik zit hier. Ja. Ik heb voor jou een kipstrip. Niemand heeft wat lekkers van het kindje. En wil jij, wie is de baas hier? Ja, ja! Pepper wil je wat lekkers! Als jij nu deze neemt, dan, en dan gaan we 3, 2, 1... Pepper, ja, ik wil je lekkers! Ja! Ik wil je lekkers! Ze komt nooit! Ze komt nooit naar mij! Ik heb gewonnen! Ik ga de prijs pakken! Ik ben zo blij, kan je wel zoeken? Hey! Oh. Hey. Ah, waar is mijn prijs? Oh, Sarah, weet je het voor mij? Voor mij! Voor mij en niet voor jou. Je bent voor mij. Zo kinderachtig. Voor mij. Voor mij en nee, niet voor nee, jou. Nee. Voor mij. Wat voor mij. Jij? Voor mij en niet. Ah. Voor mij. Nee. Ah. Nee. Voor mij en niet. Oh. Pepper. Superleuk. Leuk snikken. Super. Leuk dat je weer kijkt naar deze video. Druk. Hey. Druk op het. Doe maar, Pepper. Druk niet doen. Doe maar. Druk op het duimpje omhoog. Laat. Hey. Goed zo. Goed zo, Pepper. Laat een leuke reactie achter in deze video. En groetjes!